kaart. Piet, ik geef het nu aan jou. Dank u wel, Pastor Kees. Ja, mooier kun je het eigenlijk niet zeggen. Het is een prachtige opening natuurlijk. Ook ik heet u allen van harte welkom hier in deze MFA. Mocht u niet te klein zijn, dan ontdekken we vanmorgen dat we al wel heel weinig stoelen hebben. Dus dat. Maar het gebouw is deze week geopend. Het is dit is eigenlijk de derde dag, bijzonder druk geweest. En dat geeft wel aan dat dit gebouw wel leeft. Ik heb heel veel superlatieven gehoord over hoe het gebouw er aan de buitenkant uitziet en hoe het er aan de binnenkant uitziet. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Als een gebouw er mooi uitziet, is dat alleen maar heel mooi. Het kan bijdragen tot. Maar jullie, zoals jullie hier zitten en de mensen en de kinderen hierachter, die moeten dit gebouw tot een werkelijk gebouw maken dat gaat leven. Dat een kloppend hart van onze gemeenschap gaat worden. Ik heb er het volste vertrouwen in. En ik hoop ook dat jullie er ongelooflijk veel plezier aan mogen beleven. Ook aan deze viering. In deze viering is een soort van symbool waarin dit gebouw geopend wordt, maar ook ingezegend. Vroeger gingen we met zo'n grote wijnwaterskwast rond. Ik heb daarvoor gepleit. Ik heb niet gewonnen. Pastor Koning die had zijn hele eigen ideeën. Ja, dat moet die man zelf weten. Hij moet het tenslotte doen, niet ik. Maar misschien als ik een emmer met een kwast vind, dan ga ik achter de maan en dan ga ik alsnog. Ik wens u een hele fijne viering. Ik heb zijn roeping gemist, denk ik. Jij mag er zijn.